vandaag gaan we een keer een lekkere bereiding maken met kabeljauw en polenta. Polenta is een maïsgrismeel dat we gaan bereiden zoals je couscous bereidt. We hebben hier al een beetje water opgezet, goed gezouten met een schuurtje olijfolie. En we gaan onze polenta aan de kook brengen. En we kunnen dat nu even laten rusten. Een minuutje onder gesloten deksel. Dan gaat dat zo beginnen pakken. Trouwens, je ziet al, dat begint al een beetje gelijk een dikke pak te worden. En in de tussentijd ga ik een beetje peterselie snijden voor die eronder te mengen. Polenta op zich heeft niet veel smaak, dus we mogen daar iets van aromaat aan toevoegen, omdat we toch een klein beetje smaak krijgen. Ik ga er een beetje peper en zout bij doen, en dat mag goed doorsmaken. En de Italianen zouden zeggen, ja, die is afgewerkt, hè. Maar wij gaan er nog iets anders mee doen. In Italië zouden we nu gerast parmezaanse kaas ondermengen en direct serveren en zo opeten als garnituur. Wij gaan dat laten opstijven in de koelkast, dat we een dikke bodem krijgen. En we gaan daar vormpjes uitsnijden en die gaan we bakken in de pan met olijfolie. Ik heb dat natuurlijk in een bakvorm gedaan. Ik heb er een kleine folie in gelegd. Dat is dan gemakkelijker om daar achteraf uit de vorm te krijgen. Terwijl onze polenta in de frigo zit om af te koelen, kunnen we onze garnituur maken van gremolata. Gremolata bestaat uit bladpeterselie, knoflook en zesten van citroen en we gaan dat mooi mengen. Ik begin eerst met mijn bladpeterselie fijn te hakken. De knoflook gaan we ook fijn snippen. We gebruiken een goede hoeveelheid look omdat dat toch wel rust en smaak mag afgeven. En dan een beetje citroensap bij doen. Ik doe nog een beetje zest van citroen bij. Ik ga straks een heel fijn gevoel in de mond geven qua structuur. We gaan daar olijfolie bij doen, niet te veel. Kruiden met peper en zout. Zo, dat is gereed. En dan kunnen we nu verder werken aan onze polenta en onze kabeljauw. Voilà. En een schoon stuk kabeljauw haasje. En dan een beetje afdeppen met keukenpapier. We hebben onze ovenschaal en gaan er een beetje olijfolie in doen. We gaan onze vis ook kruiden met peper en zout. We hebben twee kanten. Hè. We hebben een onderkant, de velkant en een bovenkant. Dat is de mooiste kant. Die leggen we naar boven. Want straks gaan we daar onze gremolata op leggen. We strooien daar een beetje shallotten over. En we gaan er ook een beetje citroensap aan toevoegen. We gaan onze kabeljauw garen in de oven op 180 graden, een minuutje of 10. Nu dat onze polenta mooi opgesteven is, gaan we die uit de vorm halen. Zoals ik al zei, hebben we een plasticfolie. En die maakt dat het gemakkelijk zal zijn om te ontvormen. En dan gaan we mooie driehoeken van snijden. Super. Het is mooi, stevig. Je kunt dat voelen met een prikvork. Als dat er mooi doorgaat, dan is dat teken dat dat gaar is. We hebben onze kabeljauwhaasje. Nu gaan we er polenta bij leggen. En bovenop gaan we dan onze gremolata leggen als sterke smaakmaker. We maken er zo een mooi laagje op. Zo, onze gremolata gaat een perfecte combinatie zijn met onze warme kabeljauw en de polenta erbij. Heel frisse structuren, heel simpel, heel gezond. Laat het u smaken.